Jessica, take it away. Applaus voor jou. Dankjewel. Super tof dat ik hier mocht zijn. Ik ga jullie vandaag wat meer leren over hoe je een technische supportafdeling automatiseert. En dat ga ik doen aan de hand van de ervaringen die wij bij WUSA afgelopen periode hebben gehad. Volgende slide alsjeblieft, Bas. Om eerst een korte introductie te geven. Mijn naam is Jessica Riesch. Ik heb een zoontje van 1,5 en woon in het mooie pittoreske Lelystad. En in 2017 heb ik het bedrijf WUSA opgericht. WUSA ontwikkelt, onderhoudt en ondersteunt WooCommerce plugins. Puur en alleen gericht op de e-commerce variant of e-commerce plugin van WordPress. En we hebben onder andere samenwerkingen met leveranciers als bol.com, Adyen en velen meer en velen zullen volgen. En we werken op dit moment met een team van 8 fulltime mensen en 6 parttime mensen. Verdeeld over de afdelingen sales, marketing, support en development. Next please. Wat hoort er bij een supportafdeling? Nou, naar mijn inziens begint dat allereerst altijd met het team en de mensen die op die afdeling werkzaam zijn. En ik heb heel erg bovenaan heb ik neergezet technische support en heb ik heel bewust voor gekozen om dat ook echt technische support te noemen. Zoals je kunt zien, zien jullie daar mijn 2 collega's Jerry en Bart. Zij staan direct in contact met onze klanten, oftewel WordPress WooCommerce gebruikers die een van onze plugins gebruiken. En het is heel relevant voor hun om dusdanig veel kennis te hebben van de zaken, dat ze ook vrijwel direct een antwoord kunnen geven. Dus vandaar dat ik het bewust technische support noem. We hebben wat uitdagingen in het verleden gehad waar dat wat minder het geval was. Dus daar kom ik straks later op terug wat daar precies mee aan de hand was. Maar ja, het is dus heel belangrijk dat je echt een technische persoon hebt die technisch onderlegd is. Daaronder heb ik development gezet en dat komt omdat development niet direct, als je het aan mij vraagt, bij een supportafdeling hoort, maar wel heel veel samenwerkt met een supportafdeling. En dan heb ik het namelijk over het oplossen van issues en de adequaatheid die daarin plaats moet vinden. Next please. Laat ik dan beginnen met de uitdagingen die we hebben gehad. Zoals jullie nu zojuist hebben gezien, bestaat WUSA 2,5 jaar, waarvan we echt 1,5 jaar operationeel zijn. En vooral begin dit jaar zijn we behoorlijk gaan groeien. En dat heeft juist de uitdaging op support voor ons verhoogd aan begin van dit jaar. En daar hadden we eigenlijk 3 pijlers die continu naar voren kwamen. De eerste was een trage responstijd op de eerste contactpoging. En dat kwam onder andere doordat het te druk was en we dus niet vlot genoeg een antwoord konden geven of mensen konden voorzien van een antwoord. Maar dat had ook te maken met kennis op de supportdesk, dat die soms niet voldoende was om overal direct een antwoord op te geven en daardoor sommige tickets eigenlijk vanaf het begin al direct bleven liggen. Het tweede puntje is een lange doorlooptijd voor het oplossen van issues. Oftewel de communicatie tussen de support agents, de klant en development verliep dusdanig stroperig. Dat we eigenlijk 2 tot 3 weken soms al nodig hadden om een issue wat vrijwel heel simpel was, vlot op te lossen. En we hadden beperkte communicatiemiddelen. We hebben behoorlijk wat geëxperimenteerd met welke communicatiemiddelen het meest effectief waren voor onze klanten. En daarin hebben we wat missers gehad, waaronder WhatsApp bijvoorbeeld, daar kom ik in de volgende slide op. Maar dat is wel heel belangrijk dat mensen je op hun manier kunnen bereiken. En de ene vindt e-mail heel prettig en de ander vindt telefonisch heel prettig. En daar hebben we geprobeerd wat betere systemen voor te gebruiken. Nou ja, wat had dat als resultaat? Dat we 60% churn hadden. Dus 60% van onze klanten die zeiden eigenlijk binnen de maand dat zij klant werden, zeiden ze ook direct weer op. Dat we 700 tickets hadden verdeeld over 350 klanten per maand. Oftewel, dat zijn gewoon 2 tickets per klant per maand, wat uiteraard veel te veel is. En dat we 10 uur werk per dag hadden per support agent. Nou, je kunt je voorstellen, we hebben hier 2 support agents zitten. 10 uur werk per dag is een beetje te veel. Dus dat moesten we ergens gaan oplossen. Next, please. Als we dan kijken naar welke systemen gebruiken we en hoe zetten we deze in. We zijn begonnen begin dit jaar met het, er staat nu een kruis doorheen, met Belco. En Belco is een perfect programma voor webshops. Dat is ook de reden dat wij daarvoor hadden gekozen. Je kan daar je e-mail in ontvangen, je Facebook Messenger komt binnen, je hebt een live chat, je telefoon zit erin gekoppeld, eigenlijk alles zit daarin.
Alleen het was niet echt gericht op ticketing. Dus je kunt je voorstellen dat een klant misschien wel meerdere issues heeft tegelijkertijd. Dat ook op meerdere manieren gaat communiceren met ons. En op een gegeven moment wordt dat gewoon een weerwar aan informatie wat totaal niet meer structureel of overzichtelijk was. Het tweede puntje, het tweede systeem wat we gebruikten was Trello. Nou, dat kennen jullie ongetwijfeld. En Trello is een heel prettig systeem als je net start. Daar hebben we ook heel lang met heel veel plezier mee gewerkt. Maar we merkten, omdat we zoveel plugins kregen, we zitten nu op 12 plugins uit mijn hoofd. We hebben per plugin hebben we een apart bord, omdat per plugin je ook weer aparte issues, maar ook overal project planning hebt, werd het gewoon een beetje te veel. Je moest veel te veel switchen tussen alle borden. Je had geen totaal overzicht. Dus dat werd een beetje heftig. Plus het feit dat Trello niet gekoppeld was met Belco. Waardoor we dus eigenlijk continu aan het switchen en het zoeken waren in beide systemen om tot de juiste oplossing te komen. En we zetten WhatsApp Business in als contactmogelijkheid. Als jij wil klikken, Bas. Wat we hebben gedaan is we hebben eigenlijk alles vrijwel direct omgegooid. Dat hebben we denk ik 3 maanden geleden ongeveer gedaan. En we zijn overgestapt naar Zendesk voor de inkomende e-mails en live chat. En daar hebben we voor gekozen omdat Zendesk echt een ticketing systeem is. Dus ze ontvangen wel de e-mails die binnenkomen op in dit geval support@woeza.com. Maar het wordt niet gezien als een e-mail. Het wordt echt gezien als een ticket. Het ticket krijgt ook een ticketnummer erbij. Daar kunnen klanten naar refereren. Ze kunnen inloggen op een portal om te zien wat de status van hun ticket is. Dus dat was voor ons heel prettig. En we hebben daarin ook meteen Zendesk Chat. Ik denk een van de meest bekende chat systemen waar je voor kunt kiezen. En Zendesk Chat is heel prettig omdat je daar ook vervolgens meteen een ticket van krijgt op het moment dat je die chat afsluit of beëindigt. En het voordeel daarvan is, op het moment dat je al communicatie hebt gehad via e-mail en iemand chat bijvoorbeeld even van hey, hoe staat het ervoor? Wat kan ik verwachten? Dan kun je die live chat en die e-mail samenvoegen tot 1 ticket, maar blijft alle communicatie wel inzichtelijk. En op die manier heb je gewoon een duidelijk beeld per ticket en ticketnummer, wat er allemaal besproken is en op welke momenten dat besproken is. Daarnaast zijn we overgestapt naar Aircall. Aircall is puur onze telefooncentrale, maar ook omdat zij samenwerken met Zendesk, wordt ook van elke call weer een ticket aangemaakt, die je ook weer kunt samenvoegen, waar je een notitie kunt achterlaten, die ook direct het telefoonnummer van onze klanten herkent en op die manier dus alles direct inzichtelijk is. En tot slot zijn we gaan starten met Jira voor issues met betrekking tot development en overall project planning. En daarvan is het fijne aan dat je niet alleen je Jira-ticket kan koppelen aan weer je Zendesk-ticket. Dus op die manier niet steeds hoeft te schakelen tussen de verschillende systemen. Maar je kunt ook vanuit een Zendesk-ticket juist weer een Jira-ticket aanmaken. En op die manier kun je ook gewoon alle communicatie die je met de klant hebt gehad 1 op 1 doorspelen naar de developers. Waardoor het probleem vaak veel duidelijker is dan als je dat in een paar zinnen apart moet opschrijven. Volgende, please. Yes. Dan heb je de interne en externe communicatie. En dat is, denk ik, de meest belangrijke voor ons om ervoor te zorgen dat alles wat we theoretisch gezien bedacht hebben, dat dat ook daadwerkelijk in de praktijk werkt. En dat is, wie zijn de mensen die dienen te communiceren met de eindklant, oftewel de webshop? Nou, in dit geval zijn de enige 2 die communiceren met de eindklant onze support agents Jerry en Bart. En zij communiceren zelf met de developers Cosmin en Alex. Eigenlijk komt een klant, treedt nooit in contact met een developer. En dat komt puur omdat een developer zijn tijd goed kan gebruiken in het daadwerkelijk oplossen van het issue. Ja, en zij dat ook helemaal niet leuk vinden om te doen. Het is niet een developer is over het algemeen niet degene die graag aan de telefoon hangt met klanten om het probleem op te lossen. Yes. Tevens heeft dit ons in de gelegenheid gesteld om een SLA, oftewel Service Level Agreement, in te stellen. En dat is een SLA die niet alleen op papier is gezet, maar ook in de systemen is geïmplementeerd, zodat mensen meldingen krijgen op het moment dat die SLA gaat overschrijden of overschreden is. En een van die belangrijkste dingen om het probleem wat we hadden op te lossen, was dat het eerste contactrespons op werkdagen binnen onze openingstijden binnen 1 uur moet plaatsvinden. Oftewel, dat hoeft geen oplossing te zijn, maar het moet in ieder geval een antwoord zijn met we begrijpen je punt, of we hebben meer informatie nodig, of wellicht dat je direct wel antwoord kan geven.
Op het moment dat je niet direct antwoord kan geven, dan wordt er waarschijnlijk meer informatie uitgevraagd om het probleem verder te onderzoeken. En dan verwachten we, dat is de eis, dat we concreet binnen 8 uur een antwoord kunnen geven. En in 80% van de gevallen is dat antwoord, het is opgelost, dit en dit was het probleem. Of let hierop, of let daarop. Maar dat je in ieder geval uitlegt aan de klant wat er nou precies aan de hand was. Mocht dat niet het geval zijn, dus kunnen Jerry of Bart het probleem niet oplossen binnen die in totaal 9 uur, dan zal het geëscaleerd worden naar onze developers. En dat is het moment dat het ticket ook in Jira wordt aangemaakt. Nou, wat gebeurt er dan bij ons? Het ticket in Zendesk krijgt de status on hold. Wat betekent dat wij weten, oké, hij is nu geëscaleerd naar onze developers. Wij verwachten nu binnen 24 uur terugkoppeling te ontvangen van hun. Op het moment dat we die niet krijgen, dan verwachten we in ieder geval uit te kunnen leggen waar het probleem zich voordoet. Dus we hebben binnen die 24 uur altijd de oorzaak van het probleem weten te achterhalen. We gaan ervan uit dat we hem kunnen oplossen. Mocht dat niet het geval zijn, dan vertellen we in ieder geval aan de klant, oké, we weten waar het probleem zit. Het is helaas niet gelukt om dat op te lossen binnen 24 uur. En dan nemen we nog een keer 24 uur om het wel op te lossen. En dat is de absolute maximum. Dus als het binnen 48 uur niet opgelost kan worden, dan zijn we aan het falen. En dan stellen we de klant teleur. En uiteraard tussen al die stapjes zullen we de klant ook op de hoogte houden van oké, het lukt ons niet. Dat kan geautomatiseerd, wat we ook gedeeltelijk geautomatiseerd doen. Maar dat doen we uiteraard ook persoonlijk, omdat je ook gewoon wil uitleggen wat er speelt. En dat laatste puntje is dus automatische berichtgeving als de status van ticket niet wijzigt. Dus soms gebeurt het dat we in de eerste contactrespons bijvoorbeeld wat meer informatie nodig hebben over het issue, dan wordt vaak het ticket in pending gezet. En op het moment dat wij binnen 1 werkdag dan nog geen antwoord van de klant hebben gekregen, dan krijgt hij ook een automatische reminder van hey, we verwachten nog informatie van jou. Zou je dat alsjeblieft door kunnen sturen? Wat ook heel belangrijk is met betrekking tot support, is dat de klant zich gehoord voelt. Dus wij hebben ons businessmodel is gebaseerd op een licentiemodel. Wij bouwen de plugins in samenwerking met de leveranciers die ik in de tweede slide noemde. Maar het doel is dat de klant ons uiteindelijk gaat begeleiden in wat echt het stipje aan de horizon is voor die plugin. Die informatie kunnen we alleen maar verzamelen, of dat kunnen we alleen maar doorvoeren op het moment dat we die informatie hebben. En daarin hebben we een openbare roadmap gepubliceerd op onze website. Dat is een aparte roadmap voor elke plugin die we hebben. En daar kunnen klanten zelf hun feature request op toevoegen. En anderen kunnen dan weer op die feature request stemmen. En we hebben zelf nu, dat hebben we recent gedaan overigens, hebben we besloten om bij 10 of meer stemmen het verzoek mee te nemen in de eerstvolgende release. We proberen elke 6 weken een release te doen van iedere plugin, afhankelijk van het gebruik en uiteraard ook de feedback. Op het moment dat een plugin stabiel draait, die van Teamleader bijvoorbeeld, die zal wat minder updates hebben dan een bol.com plugin. En hier gebruiken we Upvoti voor. Dat is een Nederlandse start-up ook, die dit heeft geïntroduceerd. En dit is gewoon in de vorm van een iframe op onze website geplakt, waarmee mensen ook met een WordPress WooCommerce inlog gewoon hun features kunnen toevoegen. Maar wat heeft ons dat opgeleverd? Want het is heel leuk om om alles goed in te richten, maar uiteindelijk moet het ook nog resulteren in iets positiefs. Het heeft ons in ieder geval hele blije klanten opgeleverd. We hebben in het begin van dit jaar behoorlijk wat negatieve feedback gekregen, ook in de vorm van openbare reviews op Trustpilot, over dat we te langzaam antwoorden, dat we onze afspraken niet nakwamen, dat ze überhaupt niks meer van ons hoorden. En dat zijn allemaal fouten geweest die we erkennen. Dat gaan we ook zeker niet ontkennen. Maar dat had te maken met de uitdaging die ik jullie hiervoor heb uitgelegd. Dus je gaat op een gegeven moment, ga je daar een soort van doel van maken om dat te verbeteren. En wat we allemaal hebben doorgevoerd, is inmiddels ook verbeterd. Dus we hebben een duidelijke SLA die jullie net hebben gezien. We hebben een duidelijke SLA voor het oplossen van een issue. En we hebben betere communicatiekanalen. Dus we zijn gestopt met WhatsApp. We doen telefonisch, e-mail en live chat. En eigenlijk is iedereen daar tevreden over. En
telefoon is de beste stap die we hebben kunnen zetten om die te introduceren. Nou, waar heeft dat toe geresulteerd? Net hadden we 60% churn, we hebben nu 30% churn. Er zal altijd een percentage churn blijven, maar deze halveren is voor ons echt een behoorlijke mijlpaal. Daarnaast hebben we nu 400 tickets per maand verdeeld over 600 klanten. Dus dat is ook echt een tijdwinst, dat is niet normaal. En we hebben 4 uur werk per dag per support agent, waar dat voorheen dus 10 uur was. En die laatste is volledig, niet volledig, maar is voor een heel groot gedeelte te wijden aan de hele simpele wijziging. Dat we wederom een telefoonnummer hebben geïntroduceerd en mensen kunnen bellen. Dan blijkt gewoon dat je een technisch vraagstuk veel makkelijker, sneller, beter begrijpt ook en dus ook beter kan oplossen. Geweldig. En je hebt wat tijd teruggewonnen nog. Geweldig gedaan. Ik ga de slides nu weggaan, want dan zie ik de vragen die er zijn. Yes. En even kijken. Ten eerste, geweldig, dankjewel. Applaus voor Jessica. Dat was even improviseren zo. Ik ga eerst zelf een vraag stellen, want dan kan ik daarna braaf gaan zoeken terwijl jij antwoordt. Hoe gebruik je dat telefoon ook voor sales? Dus, want soms word je gebeld met, het werkt niet. Maar ik kan me ook voorstellen dat niet klanten bellen. Ja, dat is een hele goede vraag. Wat sales betreft hebben we best wel veel geëxperimenteerd ook. Dus we hebben koude acquisitie gepleegd richting WooCommerce webshops. Daar hebben we echt ook data voor aangekocht, zodat we wisten welke webshops vanuit WooCommerce kwamen. Dat bleek voor ons, in deze doelgroep bleek dat niet de juiste methode. Dus online marketing is veel effectiever. En wat we nu eigenlijk doen, er zit hier nu 1 accountmanager die is verantwoordelijk voor webshops. En 1 jullie start er een partnermanager die ook webbouwers en dergelijke gaat benaderen. En die worden gewoon doorverbonden naar een mobiel. Dus die hebben een mobiel van de zaak. Die kunnen vanuit Aircall zijn ze, is dat mobiele nummer is geconnect. En op het moment dat er iemand belt met een commerciële vraag, dan kan die doorverbonden worden naar een van de salesgasten. Leer. Vraag van Taco, Verdonschot, van Joost. Je geeft aan de telefoon het beste kanaal voor jullie support. Zitten alle klanten in Nederland of ook internationaal? We hebben 80% van de klanten zitten in de Benelux en 20% van onze klanten zijn internationaal. En dat is van Australië tot Polen tot Italië. Dus dat verschilt aanzienlijk. Wat je inderdaad wel merkt is dat de drempel daardoor hoger is om te bellen voor dat soort landen. Omdat vaak de Engelse taal niet de meest makkelijke taal voor hun is. De hele landen zijn daar redelijk makkelijk in. Maar Fransen, Italianen vinden dat wat lastiger. We zijn hard aan het groeien, dus we zijn wel aan het kijken of we een native speaker op support kunnen zetten die ook gewoon in die taal communiceert. En dan zitten we eerst te denken aan Duits en Frans. Maar voor nu is dat nog niet rendabel, omdat slechts 20% van onze klanten daar vandaan komen. Clear. Nog een vraag, en dat is: hoe lang duurt gemiddeld telefoongesprek met de klant? Hou je dat bij en is dat langer of korter dan e-mail? Toevallig heb ik dat laatst onderzocht. We hebben een rapportage in Aircall zitten en daar kwam het erop neer dat, ik weet niet exact, maar de gemiddelde calltijd was tussen de 11 en 12 minuten. En we hebben uitschieters naar echt 30 minuten inderdaad. Dat mensen echt ter plekke vragen van kun je TeamViewer openen en met me meekijken. Daar zijn we vooralsnog vrij flexibel in omdat we die tijdwinst nu hebben. Uiteindelijk moet je daar wel wat strenger in gaan worden, vermoed ik. Of meer mensen neerzetten, dat kan ook. Maar vooralsnog is het te behappen. Clear. Grijp je kans voor laatste vraag nog aan Jessica. We hebben nog 1 minuut daarvoor. Dan heb ik nog een vraag voor je van, ook door Taco. Waarom hebben jullie gekozen voor Zendesk? Goeie vraag. Hele goede vraag. Ja, ik heb een soort van gevoel bij Zendesk. En ik heb ook persoonlijk contact met een van hun consultants gehad. Best wel veel vergeleken ook. We hadden natuurlijk Belco gebruikt. We hebben ook de supportdesk van Jira onderzocht. En nog een aantal andere partijen. Maar op de een of andere manier vind ik de interface van Zendesk vind ik heel prettig. En uiteraard waren Jerry en Bart daarin ook belangrijk wat zij ervan vonden. En zij waren meteen helemaal verkocht aan het systeem. Hoe makkelijk het werkte, waar ze op konden klikken. En dat vond ik het belangrijkste. Dat zij gewoon eenvoudig wisten waar ze op moesten klikken, dat ze het prettig vonden werken. We zijn ook echt gefaseerd overgegaan naar het systeem. Plus het feit dat Zendesk gewoon
alle opties die je wilt hebben, die heeft Zendesk. We wilden laatst vanuit de brandnaam van een leverancier gaan communiceren. In3 is dat. Zij wilden graag hun eigen e-mailadres, dat is de WooCommerce@pn3. Maar wij moesten wel de technische support blijven doen. En we hebben nu gewoon een tweede branch die binnenkomt in dezelfde inbox, maar waar we wel vanuit een ander brand communiceren. En dat soort dingen was heel makkelijk en eenvoudig in te richten bij Zendesk. Leer, helemaal goed. Mag ik, dames en heren, nog één keer en ik had Jessica, ik had je even in een beeld gestopt hier. Mag ik nog één keer een groot applaus voor Jessica? Ja, dank jullie wel.